Hallo beste mensen. Ik heb sinds kort een drone. En daar wil ik eens even mee gaan vliegen. Ik rij nu in mijn trekker om een drinkjesbak in het land te gaan verzetten. Die drinkjesbak die heb ik in mijn voorladenbak. En ik moet bij de koeien aan de andere kant van de sloot. Ik rijd zo met de voorladerbak over de sloot heen. En als ik dat doe, dan wil ik die drones even rond laten vliegen in het land. Daar heb ik mooi de ruimte om er wat mee te oefenen. Nu zet ik even die drinkjesbak goed neer. En als mijn doel dat ik de trekker in beeld ga krijgen en hier de koeien. Het vliegen heb ik vorige week al geoefend. Dus heb ik al een foto gemaakt van de stal en een filmpje. En nu wil ik me gaan richten hier op deze trekker. Dus het vliegen, dat lukt me wel. En dan moet ik ook nog in beeld zien te krijgen wat ik voor ogen heb. Dus de trekker en de koeien. Het is me gelukt om de trekker en de koeien in beeld te krijgen. Ik keek net even naar de videobeelden. De beelden gaan wel wat op en neer. Maar dat komt ook omdat er best wat wind staat. En dank de drone wat minder stil. Dus bij stille weer zal het wellicht nog beter gaan. We blijven gewoon oefenen. Diezelfde dag probeerde ik nog een keer met de drone in de lucht wat filmopnames te maken van maishakselen in de buurt. Maar toen ging de drone mij op de loop. Ik raakte hem helemaal kwijt. Dit waren de laatste beelden en hij ging maar verder. En uiteindelijk heb ik hem 800 meter teruggevonden. Maar gelukkig, een dag later kon ik weer opnieuw filmen. En heb ik nog een paar foto's gemaakt. En zo is het eind goed, al goed.